Dit jaar vieren wij het feit dat wij voor 10 jaren lang op het UNESCO-lijst staan. Dus we hebben gezegd, hey, het is mooi om naar voren te brengen de waarde eigenlijk van wat wij hier hebben. Willemstad neemt plaats in een van de 851 plaatsen die op de UNESCO-lijst staan. We zijn altijd vanaf het begin af aan zijn we heel gastvrije mensen geweest. Dat heeft geleid dat wij verschillende groepen hebben binnengekregen. En al deze groepen hebben iets achtergelaten. Hun eigen bouwstijl, vandaar ook de hele grote variatie die je kunt zien in alle gebouwen die we hier hebben. Nou, de essentie is dus dat deze stad in 300 jaar tot stand is gekomen. En je ziet eigenlijk een hele mengelmoes van verschillende stijlen. En dat is dus door de Nederlanders, maar ook door andere mensen uit Europa onder andere, maar natuurlijk ook de mensen die de huizen gebouwd hebben. Dat zijn vooral de Afrikaanse mensen die stand tot stand hebben gebracht. En dat is de essentie, gewoon een multiculturele koloniale stad. In het begin van de 19e eeuw was er een gouverneur die last had van zijn ogen. En zijn arts heeft hem toen geadviseerd om de panden in de binnenstad, die oorspronkelijk allemaal gewoon wit gekalkt waren, een kleur te geven. Omdat het zonlicht dus verspiegelde in dat wit, was dat kennelijk niet zo goed voor de ogen. En sindsdien heeft dus de binnenstad, de panden in de binnenstad, hebben een kleurtje. En ook heel veel panden in de buitengebieden hebben inmiddels ook een kleurtje gekregen. Het oudste stukje van de stad in Poen, daar zie je hele duidelijke kenmerken van de Nederlandse architectuur in de 17e eeuw. Het zijn hele slanke hoge huizen met tuitgevels. En die zie je dus in de 17e eeuw in Amsterdam ook. In de 18e eeuw heb je dan de barokke huizen. Die zijn heel wilderig. Dat waren meestal ook koopmanshuizen. En die kenmerken zich door die in- en uitzwervende lijnen en voluten. En eigenlijk is dat ook iets wat uit Nederland is overgekomen, want daar heb je de klokgevel. En in de 19e eeuw heb je dus in de tweede helft dat neoclassicistische wat je in dit huis ziet. We zijn nu ongeveer 15 jaar bezig met het herstel van de stad. Er is onder andere ontzettend veel gebeurd op het gebied van restauratie. Maar er moet nog heel veel gebeuren. We zijn nog niet klaar.